chillen met meisje. Bij mij gaan die honden voor, weet je. Als ik beneden kom, dan is het oorbel alleen. En jullie eventjes goede dag wensen. En dan mijn hondjes. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag, de 27e maart. En we leven om kwart voor drie. Ja, dus 14:45. Ik heb wel goed geslapen, maar om de avond ik maar wakker, ook door de pijn. Wil jij omdraaien? Gaat niet. Dus je moet maar op rechts blijven liggen. En rechts blijven liggen. En nog eens een keer op rechts blijven liggen. Dat op die kant gaat onderhand wel dan wat pijn doen, weet je wel. Maar oké, ik kan de pret niet boeien. We gaan gewoon door met die banaan. Rijka is naar buiten in de tuin. Elwin ligt bij mijn bureau. En Kanon die zit eigen daar weer te likken bekken. Ja, oftewel zeggen te wassen. Ik ga kijken zometeen of Mario nog deze kant op komt. Die heeft het wel beloofd. Marianne die is niet in orde. Dus ja, al met al weer, ja, we zullen het wel beleven, wie of wat, misschien, ik weet het echt niet hoor. We merken het wel, maar in ieder geval welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, er komt de grote weer aan gelopen. Wat gaan we doen, meisje? Wat gaan we doen, mijn meisje? Zo hè. Chill in mijn meisje. Ja, is dat mijn kind? Oh, wat is dat? Ik hoor Rijka blaffen hier. Hé, hoorde jij Rijka blaffen, meisje? Hé? Ja? Hoi, kleine. Rijka, laat het nou toch eens iedere keer op die pootjes te bijten. Nee, Rijka. Nee, Rijka. Nee, Rijka. Bel Hamel. Ik zeg nee, dan is het nee. Niet in de pootjes. Is niet nodig. Hé, meneer Kandolf? Hé? Ja, is niet nodig hè, in de pootjes te bijten. Het is wel speelsigheid, maar bedenk eens wat anders, zou ik zo zeggen. Hé, ja, en meis? Iets anders bedenken, hè? Ja, valt ze ook nog bijna. Haha, door de eigen schuld, hè? Ja. Hé? Gekke Rijka. Gekke Rijka. Je bent een gekke meid. Je bent een gekke meid. Ja, je bent een gekke meid. Ja, je bent een gekke meid. Hé? Hé, poef. Maar oké, ja, ik ga wat een bakje koffie maken. En Rijka, laat. Ze blijft het doen, hè. En meneer Kandolf even voorzien van eten. Dat staat al klaar op het aanrecht. Dus ja, ik kan dat zo even geven. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol voor de moed. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle zaterdagmiddag. Geniet ervan. Met wat jullie doen. Markt op, of weet ik veel wat. Het is te koud om eigenlijk wat anders te doen. Want je gaat echt nou verder de deur niet uit hoor. Omdat het, ik vind het koud. Bar koud, ja. Maar ja, wie ben ik, hè? Ja, je weet het. Ik ben toch maf. Maar ja. Zijn er meerdere hoor, die net zoals ik ben, gek zijn of maf zijn of een wappie zijn of wat dan ook. Maar liever dat dan wat anders. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Ja, even een diepe zucht. Mijn bek en bek, al verkende net de meisjes alleenig uitgelaten.
Want Mario die keek in eerste instantie niet op de telefoon. Ik had er opgebeld, kreeg de voice. Ik dacht, ja, wat is dit dan, ja? Zat ze bij de moeder, was ze de tijd vergeten. Ze is dus wel geweest, ze komt straks weer terug. Ze heeft er excuses aangeboden, maar ik liep dus al te graag dat zij op de fiets eraan kwam. Maar bij mij gaan die honden voor, weet je. Als ik beneden kom, dan is het oorbellen in en jullie eventjes goeiedag wensen en dan hondjes. Ja, maar eten en koffie doen ik eerst niet. Nee, eerst mijn kindertjes. Eerst die meisjes, die moeten eerst. Daarna komt de rest al, daarna kom ik. Ja, toch? Soms ga ik ook wel eens zonder oorbellen, soms ga ik ook wel eens zonder jullie eerst gedachten zeggen. Kinderen gaan voor, .nl, ja. Dat heb ik net ook gezegd. Ik zeg, zij gaan voor bij mij. Ik zeg, daar moet je wel rekening mee houden. Ik zeg, daarna komt de rest wel, weet je? Ja, maar oké, ik geef een soortje reclame, kennen jullie dat? In zo'n plastic jasje. Ja, voordelig Pasen met Vomer. Nou, oké, het zal. Het gaat bij mij gelijk de krantenbak op, want ik lust sowieso al dat brood niet. Met dat spijs erin. Oeh, dat vind ik zo walgelijk. Dat vind ik zo smerig, dat spijs. Bah. Maar in ieder geval, dat pak ik zo uit en dat plastic gooi ik weg. En de rest gaat op de krantenbak, daar kijk ik niet eens niet in. Nee. Daar kijk ik niet in. Maar ja, oké, gedaan een zaak in enige keer. Ik hoop dat het de volgende keer beter gaat. Ze moeten hun afspraken nakomen. Dat vind ik. Als ze zeggen 3 uur, dan is het 3 uur en niet 3:30, 4 uur. Nee. En dan, ja, het kan 15:15 wezen, het kan 15:15 wezen. Rond 1 uur of 3. 15:15 of 15:15, maar niet later. Ja? Maar oké, gedaan is vaak in ieder geen keer en ik zit daar ook in een troep en ik heb geen zin. Ik ga voor de pc even hangen. Even mijn hoofd leeg maken, want ja, mijn bek af. Dus ik zeg het, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Het is prachtig mooi weer. Af en toe is wat wolkenvelden en dan is het blauw. Dus ja, wat wil de mens dan meer? Geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, ik was al in beeld, zie ik. Ik zie dan wat dat die al loopt. Oké, dan. Ja, nou ja, dan knip ik dit wat er vanuit. Ja, ik was weer eventjes, ja, een beetje raar allemaal hoe het vandaag is gelopen. Ik vergaaf van de pijn, ik kan wel huilen van de pijn, maar dat kan de pret niet boeien. Ik heb dus 1 keer zelf de hondjes uitgelaten, 1 keer naar de dijk met Mario enkelt. De zee was te ruw, dat Elving wou zelf er al niet in, zei Mario. Oké, dat neem ik direct aan. Ze was wel koud en ze rook ook wel naar het zout. Ja, dus en ik ben net weer binnen. Ik heb even boodschapjes gedaan. Ja, want ook dat moet je toch hebben, hè. Ik heb weer eitjes, ja, want ook die had ik niet meer. Dus ja, dan haal je dat ook gelijk mee. Ik heb even wat snackjes weer. Kaasknabbels en pinda dingen, weet ik veel. En ook wat voor kandels was ik met de laatste doos bezig. Dus ja, dan neem je dat ook gelijk allemaal mee. Ik had geen brood meer. Ja, nog eentje, maar ja. De ene keer eet ik meer brood dan de andere keer. Dus. En ik heb 2 pakjes gehakt meegenomen. Want ik heb ook van die pakketten, dat hoeft niet altijd met kipfilet. Dan word je ook op die kipfilet uitgegeten. Ja, ik denk nou, ik kan nog ook gehakt doorheen doen. Het hoeft niet per se kip. Hé, nee, een meisje. Kom in dan. Elwin, kom in dan. Kom nou zitten. Nou, dan niet. Ik denk, je doet je poot omhoog. Maar nee, gaat ze bij me hangen te zitten. Hé, hey, ja nou. Ja, moet kunnen. Hé, hey, meisje, ik heb zo'n pijn in mijn rug nu. Dat ik nou helemaal door even.
straks even een pijnstiller heen nemen en een bakje koffie. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb nergens geen fut voor. Ken je dat? Echt, zo bizar. Nou, maar ja. Ik heb in ieder geval wel de dingen gedaan wat gedaan moest. Ja, zoals die afwas staat er ook nog, maar dat hangt me niet op mijn rug. Dat hoef ik niet mee te dragen. Dus, ik voel dat niet. Nee. Ik heb nou wel handelingen gedaan die ik wel voel. En ik moet nog meer handelingen doen, want ik moet het nog opruimen ook. Ja. Dus, het komt allemaal goed. Ik heb ook een bounty mee voor bij de koffie. Lekker. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Hoe laat leven, weet ik niet. 7:08. Maar ik loop even 2 minuten ongeveer voor. Ja, zoiets. Maar beter 2 minuten voor dan 2 minuten achter, want dan ben ik altijd op tijd. Toch? Als je een afspraak hebt. Ja, net zoals wat ik vanmiddag zei, ik heb een hekel eraan als ik met iemand een afspraak maak en er wordt ook een tijd benoemd, dat ik ergens dan te laat aankom. Ik ben er liever op tijd, ik ga liever eerder weg, dan ik daar te laat aankom. Maar wie ben ik? Zo ben ik. Ja, ik hou daar niet van. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, we geniet lekker van jullie avond. Het is nog steeds mooi weer, maar het is wel koud. Echt koud, ik had mijn handschoenen aan, maar ik heb koud. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ik vergeet jullie lekker niet. Nee hoor, doe ik echt niet. Ik zou zeggen, tot later. Doei!